vind het heel leuk om te presenteren, omdat je dan goed kan uitleggen aan iemand hoe bepaalde dingen werken in de natuur, of hoe bepaalde dingen werken in bepaalde landen. Op de MBS leer je verschillende vaardigheden als samenwerken, communiceren, presenteren, kritisch nadenken, maar ook ICT-vaardigheden. Waarbij je kan denken aan hoe ga je met Word om, hoe ga je met PowerPoint om, maar nog veel meer dan dat. Samenwerken doen we hier best wel veel, want ik heb best wel met AK heb ik best wel veel opdrachten die je samen moet maken, zoals een eiland bedenken of hoe het klimaat werkt. Vaardigheden leer je bij ons op school eigenlijk bij alle vakken. In de vorm van een presentatie geven, in de vorm van een samenwerkingsopdracht. Bij wiskunde bijvoorbeeld presenteer je wel eens een opdracht aan de rest van de klas. Ik vind het belangrijk dat je aan de vaardigheden werkt voor later. Dat je dus goed dingen kan presenteren, goed met mensen kan samenwerken. Later als jij een beroep hebt, ben je eigenlijk ten alle tijde bezig met samenwerken, met ICT-vaardigheden, met communiceren, jezelf presenteren. Daardoor besteden we hier veel aandacht aan, omdat we vinden dat je dat zeker moet kunnen als je hier van school gaat. Ja.